De bruine beer Berros van het natuurhulpcentrum in Op Glabbeek mag sneller dan verwacht naar West-Vlaanderen verhuizen. Berros werd door zijn ouders verstoten en kwam zo in Op Glabbeek terecht. Nu, 5 maanden later, mag hij dus naar zijn definitieve nieuwe thuis. Maar zo'n beer van een groot verblijf in een kleine kooi krijgen blijkt toch niet makkelijk te zijn. Berros, het is niks. Kom maar. Het is niks. Ik wil door dat abnormale zijn. Dat is duidelijk. De anders zo rustige jonge bruine beer Berros loopt nerveus rond in zijn verblijf. Ja, dat is veel volk, dat hoop lawaai, die vreemde kist. Hij ziet dat iets abnormaals, hè. En dus moet er voor rust gezorgd worden. Ja, de rest maar een beetje uit de buurt. En dat lijkt te helpen. Berros is rustiger, maar heeft toch meer aandacht voor de camera dan voor zijn kooi. Hela, mediageile. Kijk eens. Maar na 10 minuten en enkele snoepjes verder lukt het dan toch om Berros in een kleiner compartiment te krijgen. Paal erin, ja, oké, okay. Is goed. Maar nu begint het echte werk. Berros is boos, maar hij moet wel nog in zijn kooi. Ja, Berros is een klein beetje opgewonden. Hij zit niet gewoon, er staat een vreemde kist tegen zijn kooi. Normaal gezien plaatsen we die kooi daartegen een paar dagen vooraf. En dan kan hij langzaam oefenen en eraan gewoon worden. Maar nu is het allemaal, allemaal heel nieuw. Ja. Kom maar. En dus moeten er verse snoepjes komen en heel veel geduld. Berros. Na een half uur is Berros gekalmeerd en stapje per stapje verkent hij de kooi. Kom, Berros, klaar? Ja. Opdracht volbracht. Sil Jansen is een tevreden man. Zonder oefening is het heel vlot gegaan. Normaal gaat dat vlotter, maar ja, we moeten ook geen geweld gebruiken. Of geen, dus beter, geen verdoving. Dus gewoon even. Ja. En dan volgt het afscheid. Na 5 maanden verhuist Berros definitief naar een dierentuin in West-Vlaanderen. Ja, afscheid nemen, dat is altijd dubbel, hè. Maar ja, ik weet uit ervaring dat als we geen afscheid nemen van dieren, dat we ook geen nieuwe dieren kunnen helpen. En die wat onze hulp nodig hebben, die hebben het echt wel nodig. En voor Berros hebben we een goede nieuwe thuis in de zonnegloed. Bij 2 oude vrouwtjesberen, dus hij gaat het daar heel goed hebben. Alleen snapt hem het nu nog niet, anders zou een vrijwilliger in de stad zijn, denk ik. Oké. Nog? Dat is goed.